Plantenveredeling. Ooit al van gehoord? Wil zeggen dat je binnen éénzelfde soort planten diegene met de beste erfelijke eigenschappen eruit pikt en daar dan mee voortkweekt. Dus zo zal de volgende generatie tomaten, rozen, graan nog lekkerder, nog mooier of sterker zijn. Klopt, hè? Klopt. En wij doen dat met tarwe. Tarwe is die graansoort waar we pannenkoeken, brood, pasta van maken. En we zijn niet op zoek naar de mooiste tarweplant, maar naar die tarwe die het best met onze veranderende klimaatomstandigheden kan omgaan. Dit is Yves de Smet, plantenbioloog aan de Universiteit van Gent en het VIB. En we ontmoeten hem in zijn serre waar hij bezig is met het zaad van de toekomst. Hoe dat eraan toe gaat, willen wij van de Universiteit van Vlaanderen graag van hem horen. Moeten de boeren hier andere graansoorten kweken door de klimaatverandering? Als gevolg van klimaatverandering gaan we meer extremen kennen. Meer hittegolven, langere periodes van droogte, ook overstromingen. En ook tarwe is hier gevoelig aan. Tarwe kan natuurlijk wel tegen een stootje. Maar er zijn ook variëteiten die het uiteindelijk niet zullen overleven. Daarom zijn we op zoek naar een klimaatbestendige variëteit die tegelijkertijd ook voldoende opbrengst zal geven. Hier in jullie serres, zijn jullie dan op zoek naar de soorten die het sterkst zijn? We zijn hier niet op zoek naar een supertarwevariëteit. We gaan voor eerst op zoek naar eiwitten die een belangrijke rol gaan spelen in die plant om te gaan met extreme klimaatomstandigheden. Want als we die informatie hebben, dan kunnen we zaadjes selecteren die uiteindelijk gaan uitgroeien tot deze supertarweplant. In planten zitten tienduizenden eiwitten. En binnen die eiwitten zijn er ook nog heel wat variaties. Er worden bepaalde versieringen aangebracht, zoals suikergroepen, die de bepaalde functies van die eiwitten gaan bepalen. Hoe een bepaalde plant kan omgaan met extreme droogte, met extreem nat weer, wordt bepaald door die eiwitten. Het zijn eigenlijk die eiwitten die de motoren zijn binnen zo'n plantencel en die gaan bepalen hoe een plant gaat reageren op zijn veranderende omgeving. Hoe komen deze eiwitten nu in de plant terecht? De plant maakt deze zelf aan onder bepaalde omstandigheden. Het DNA dat binnen de plantencel vervat zit, codeert voor die eiwitten. Nu is er natuurlijk ook variatie. Er is een bepaald DNA in deze plant, maar het is niet helemaal hetzelfde als het DNA in deze plant. En dat zal dan ook tot kleine verschillen in eiwitten aanleiding geven. Dus, we zijn op zoek tussen die tienduizenden eiwitten naar dat ene eiwit dat een belangrijke rol speelt bij hittegolven, een ander eiwit dat een belangrijke rol gaat spelen bij droogtestress, nog een ander eiwit dat een mogelijke rol gaat spelen bij zoutstress, te veel zout in de bodem. Eenmaal we al die informatie hebben, dan kunnen we die gebruiken om die ene sterke supertarwevariant te gaan maken. Yves en zijn team moeten natuurlijk ergens beginnen. Ze zijn niet tegelijkertijd op zoek naar en het eiwit tegen droogte en het eiwit tegen te veel zout in de bodem. Nee, ze zijn begonnen met de zoektocht naar één bepaald eiwit. Wij zijn op zoek naar dat ene eiwit dat ervoor zorgt dat planten beter met die hitte kunnen omgaan. En er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop een plant kan gaan afkoelen. En één van die manieren is het strekken van de organen. En hier hebben we daar een voorbeeldje van. Als we dit plantje nemen, deze zandraket, het modelsysteem dat we gebruiken, dan zien we dat onder normale omstandigheden, optimale groeiomstandigheden, die blaadjes horizontaal ten opzichte van het bodemoppervlak zijn. Als we nu een plantje nemen dat net uit een groeikast komt waarbij we de temperatuur verhoogd hebben, dan zien we dat die blaadjes zich gaan oprichten. En dit zorgt voor een verkoelend effect omdat de wind daar wat makkelijker doorheen blaast. En we zien eigenlijk hetzelfde als we plantjes nemen die eigenlijk onder in vitro omstandigheden gegroeid zijn. Hier hebben we plantjes gegroeid onder controleomstandigheden. Dan zien we dat die organen allemaal vrij compact zijn. Als we nu een plantje nemen dat gegroeid is onder hogere temperatuur, dan zien we dat al die organen zich gaan strekken. Er is ook een andere manier om af te koelen. De plant beschikt namelijk over huidmondjes, microscopisch kleine openingen in het blad. En het is door die huidmondjes dat de plant water gaat verliezen. En dat geeft bij hoge temperatuur, als die open zijn, een verkoelend effect. Net zoals wij als we gaan zweten. Aan de andere kant is het natuurlijk belangrijk om onder droge omstandigheden zo weinig mogelijk water te gaan verliezen. En dan moeten die huidmondjes eigenlijk gesloten blijven. Wij zijn nu op zoek naar dat ene eiwit dat ervoor zorgt dat de plant de juiste keuzes maakt. Organen gaan strekken en al dan niet die huidmondjes gaan openen, zonder dat de plant gaat uitdrogen. Dus tussen die tienduizenden eiwitten moeten wij dat ene eiwit vinden. Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van meerdere eiwitten die daarvoor zorgt. En als je dat supereiwit gevonden hebt, is het dan de bedoeling dat je enkel die planten met dat eiwit voortkruist? We kunnen inderdaad kruisen. We kunnen een variëteit nemen met een aantal positieve eigenschappen. Veel granen, grote granen, tolerantie ten opzichte van droogte of bijvoorbeeld zoutstress. En we kunnen die gaan combineren met een variëteit waar ons supereiwit in zit. Waar we eigenlijk een eiwit hebben dat die hittegolven kan mee omgaan. Maar we lopen het gevaar dat we naast onze hittebestendigheid
dat we daar een positieve eigenschap gaan wegselecteren. Dat we niet plantjes hebben die hittebestendig zijn, maar dat die daarboven ook een lagere opbrengst gaan hebben, minder graan gaan produceren. Wat wij proberen is eigenlijk veel gerichter in te grijpen. Om zeer specifiek in deze plant een stukje DNA te gaan aanpassen, zodat deze plant in combinatie met al die positieve eigenschappen ook dat super eiwit gaat aanmaken. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je nu op zoek naar dat ene eiwit tussen al die 10.000 verschillende andere? Daarvoor maken we gebruik van deze klimaatkasten. Ze zien eruit als een frigo, maar de temperatuur hier binnen is eigenlijk beduidend hoger. Hier groeien we plantjes onder controleomstandigheden. En onder deze controleomstandigheden van om en bij de 21 graden is alles perfect in harmonie. Normale hoeveelheid eiwitten, metabolieten die normaal zijn en de groei van deze plantjes is optimaal. Nu, als we een van deze plantjes gaan nemen en we gaan die gaan blootstellen aan een hogere temperatuur, ongeveer 34 graden, en dan gaan er tal van veranderingen optreden. Die huidmondjes gaan zich openen, die organen gaan zich beginnen strekken, maar er gaat ook van alles gebeuren op het niveau van de eiwitten. Heel veel eiwitveranderingen optreden en het zijn eigenlijk die veranderingen die we willen in kaart brengen. Nu, hoe gaan we dat in kaart brengen? We gaan eigenlijk een stukje blad nemen, we gaan dat vermalen, we gaan die cellen kapotmaken, we gaan daar de eiwitten gaan uitisoleren en dan gaan we gaan kijken wat de niveaus van die tienduizenden verschillende eiwitten zijn. Hoeveel is daar nu precies van aanwezig? En als er nu een uitschieter is, dan is dit een kandidaat supereiwit die een belangrijke rol kan spelen in hoe deze plant omgaat met hoge temperatuur. Wat we eigenlijk nog liever hebben, is als niet enkel in tarwe we zo'n uitschieter vinden, maar als ook in de zandraket of een andere plantensoort, een ander belangrijk gewas, diezelfde uitschieter gaan terugvinden. Als dat eiwit in al die verschillende plantensoorten van hoeveelheid gaat veranderen, dan is het een zeer goede kandidaat om dat supereiwit te zijn. We hebben ondertussen een van die eiwitten gevonden. Een van die eiwitten die ervoor zorgt dat een plant hittetolerant is. De volgende stap is nu dat veredelaars, bedrijven hiermee verder aan de slag gaan. Zij gaan die informatie gebruiken om via kruisingen of via het ingrijpen in het DNA die superplant te bekomen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen werk meer hebben. Naast hittestress is er natuurlijk ook nog droogtestress, zoutstress en er zijn ook nog andere gewassen. En we willen eigenlijk ook daar gaan kijken wat de belangrijke eiwitten zijn. Zodat we binnen 10, 20 jaar meerdere superplanten hebben, meerdere supergewassen. En op die manier kunnen in de toekomst onze boeren nog altijd dezelfde gewassen blijven groeien. En zo gaan de rekken in onze winkels goed gevuld blijven. Dankjewel, Yves de Smet daarvoor. Wist je trouwens dat het voor het klimaat niet altijd beter is om lokale groenten en fruit te kopen? Hoe dat zit, vind je in deze 5 minuten video. En wil je nog meer weten over het klimaat? Deze playlist heb ik klaarstaan voor jou. Salut! Plantenveredeling. Plantenveredeling. Wat voor redeling? Komt dat aan je hoofd? Wil zeggen dat je...